Het hoeft in feite niet. Maar de bevolking vraagt erom, omdat er delen in de bevolking nog steeds die bewustzijn niet hebben. En daaraan moeten wij gaan werken. Ik roep er ieder op die een verantwoordelijkheid heeft binnen de samenleving. Daar heb ik het over militaire politieagenten, districtsbestuur met al hun ambtenaren. De mensen die laatst zijn gekozen tot districtsraadslid en resortsraadslid, die mannen zijn landelijk ergens in het land. Draag een steentje bij, maak de mensen in uw omgeving duidelijk wat COVID-19 inhoudt. Dan denk ik dat we over 2 weken een beetje beter kunnen ademen. Dat we dan het niveau waarop we zitten, dat we zien dat dit grafiek gaat dalen. En die bewustzijn moet blijven. Het zijn dezelfde dingen die u sedert maart hoort. Maar het zijn dezelfde strakke regels die wij continu moeten behouden totdat wij een vaccin hebben. Het kan een jaar duren, het kan 1,5 jaar, het kan 2 jaar duren voordat die vaccin komt. We moeten gaan leven met die COVID-19. En die bewustzijn wil ik graag hebben van u. Laten we elkaar ondersteunen hierin. Ik praat misschien een beetje hard, ik ben militair, ik kan niet anders. Maar het komt erop neer dat we elkaar moeten ondersteunen. Overal waar de ene een fout maakt, moet de andere hem corrigeren binnen het COVID-gebeuren. Handen wassen, afstand houden, mond en neuskap op.